Goedemiddag, lieve vrienden. Zoals jullie zien gaat het weer aardig de goede kant op met mij. Qua ziek zijn dan. En mijn haar weer netjes in het gelicht. Weer make-up op. En daar ben ik blij mee. Ik schrik van je meisje. Ik dacht even dat ze aan het overgeven was. Maar ze schoof het bakje op. En dat geeft natuurlijk ook een beetje lawaai. Maar ze zit lekker te eten, te smikkelen en te doen. En Frodo die heeft het weer laten staan. Maar ja, oké, maakt niet uit. Die ligt nou op de bank. En ik ben gisteren weer voor het eerst ook heel even op Facebook geweest. Een klein uurtje. En daarna ben ik ook weer weggegaan. Ja, ik heb wel even wat aan het werk geweest, maar niet veel. Ik bekijk eens voor de rest. Maar vandaag ga ik weer niet. Nee, andere week weer eens ergens een keertje. Maar ik wens jullie eerst een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Ja, ik ben laat. Het is vandaag donderdag 4 april. En we leven om 14.54 uur. Rebecca is niet geweest, omdat ze was draaien enzovoort. Ja, dat kan gebeuren. Dus die komt morgen, hopen we. Laten we het hopen. Ik was ook eerst niet in orde. Ik had echt heel erg hoofdpijn. Ik keek er schril van. Ik denk, dat komt mij ook wel mooi uit. Dus ik ben lekker blijven liggen. En dat ik weer wakker werd, toen voelde ik me lekker. Ik denk, nou, kom op, eruit. Dat ik ga straks iets doen, heb ik nog niet eerder gedaan. Nee. Neem jullie niet mee. Want ik ga even proberen met een later een stukje te lopen. Even kijken wat ik kan. Ja, en dan zien we wel weer. Ik moet het opbouwen, stukje voor stukje. Dus ja, misschien eventjes rondom het parkeerterrein. En dan weer gewoon naar huis. Ik zie wel hoe en wat. Eventjes uitproberen. Dus beetje bij beetje. Dus ja, en dan horen jullie het straks wel weer. Maar ik ben dus laat, zei ik al. Dus ik ga even mijn lunch doen. Mijn late lunch, ja, maar het is tijdens om deze tijd. Dan is het geen lunch meer, ik weet het niet. Nou ja, hoe dat dan heet, weet ik ook niet. Wie weet het wel, die zet het er maar onder neer. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier triest, maar het schijnt niet koud te zijn, want er staat er één daar op de ladder, zal ik je vertellen. Ik weet niet of ik het kan laten zien. We proberen het. Ik moet eerst even langs Eeuwin. Dat ik die niet ondersteboven rijd. Dan draai ik jullie om. Scherp naar beneden, want anders zie ik zelf ook niks. En dan zal ik even inzoomen. Als dat wil. Ik moet dat wel willen. Ja, zien jullie die man? Met dat rode shirt aan. Nou, dat is geen jas. En dat is zo hoog. Zonder jas, dan hoeft het niet koud te zijn. Dus ja, die is dan lekker bezig met het dak, weet ik, voor wat dan dat doen. Maar oké, komt allemaal goed. Even weer terugzoomen. Ja, daar was die weer. Dus ja, lieve vrienden, dan komt het allemaal goed. Dan moet ik weer om eeuw in denken. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo. Ja, dat gaat allemaal maar net. Zo, nou, dan ga ik dus eventjes mijn eten doen. En daarna ga ik eventjes pieren waaien. Ja, jij wil niet. Jij hebt een half plakje worst gehad. Jij hebt maar lekker honger. Die zit de rest dat ik hem inspelen. Boefie. Je bent een boefie. Dikke boef ben je. Ja? Ik ben een dikke boef, hè? Voor de dikkie. Hé? Kerel. Maar oké, lieve vrienden, geniet maar van alles en ik zie jullie straks alweer en dan horen jullie het wel hoe het is gegaan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb even een blokje omgelopen om het parkeerterrein helemaal heen. Dus ik ging hier achter weg, kwam hier voor langs en dan ben ik om het grote parkeerterrein heen geweest. En dan kom je ook weer op een plek waar je met de booster niet komt. Nee. Ook wel leuk. Maar ik ben wel weer blij dat ik dan ook thuis ben, weet je. Dat was toch wel
Nou, al een flink blokje, want je loopt nou op straat en niet op een loopband. En dat loopt toch weer geheel anders. Een loopband of zo op straat, weet je. Maar ik heb het gered en ik vond het heerlijk. Ik ben toch blij en trots op mezelf dat ik het gedaan heb. Nou pak ik de booster, want nu moet ik de stad in even een paar boodschapjes doen, zoals keukenrolpapier en closetpapier heb ik nodig. Dus ja, dat gaat allemaal door. En ik kom straks zelf wel weer thuis. Ze zeggen tot strakjes. Hey, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb ook wat boodschapjes gedaan, niet veel, ik had niet veel nodig. Wel heb ik ook twee doosjes pleisters gehaald. Deze kan weg. Er zit nog één doosje daarin. Er zit één doosje in de keukenla. De andere doosje die gaat naar mijn bureau of naar boven. Eén van de twee. Want je hebt op beide plekken heb je wel pleisters nodig in je buurt. Verder het nodig. Ik heb vanmorgen een dijfje in spekjes. Want ik weet niet of Astrid morgen al komt, als al komt, heb ik dat lekker te eten. En anders gooi ik het in de vriezer en dan heb ik het andere week wel. Ik leg het nou nog in de koelkast. Ik heb morgen nog ook in de vriezer als ze al niet komt. Of vanavond. Ik heb er een appje gestuurd. Dus. En zaterdag krijg ik ook bezoek. Ik weet nog niet wat we dan zullen eten. Ik denk dat ik daarvoor even naar de vriezer in de schuur toe loop. En dat ik gewoon een bak met soep eruit haal. Ja. Dat denk ik. Kippengroentesoep, dat doet iedereen, dacht ik toch wel of niet dan? Ja. Maar oké, ik ga nou een bakje koffie maken. En ja, hij is er weer. De Bounty. Dus ja, eventjes daarvan genieten. En de kachel die heb ik de hele dag nog niet aangehad, die ga ik aandoen. Want ik vind het nou toch wel koud worden hier. Frodo die loopt te denken van wat moet ik. Oh, die gaat drinken. Ja, die had de kap op. Dus ja, wat wil je? Het die dorst. Dus ja, ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. Doei, doei en geniet ervan. Ja, goedenavond lieve vrienden. Zoals jullie zien, er staat daar weer eentje te smikkelen. Maar ook daar staat er eentje te smikkelen. En ja, het is ook zo mijn etenstijd. En ja, Astrid die komt morgen weer. Dat heeft ze al gemeld, dat ze morgen komt. Rebecca die komt morgen. Dat is morgen wel een drukke dag. Zaterdag ook een drukke dag, want er komt een maatje van mij van Facebook. Hartstikke leuk, lief en aardig. Ik ken hem nog niet eens, maar dat doet er niet toe. Wel leuk, gezellig. En dan zullen we het beleven hoe het met alles gaat. Dat, ik heb nou net de computer pas opgestart. Ik heb aan het werk geweest ook. Ik heb aan het stofzuigen geweest. Dus ja, op die gekke vlek na, die jullie hier weten te zien. Dat komt door mijn stoel. En TZT, er komt daar een mat onder. Maar dan wil ik ook de stoel gelijk daar vernield hebben. Maar daar moet ik ook eventjes geld voor hebben. Ja, want zo'n mat kost ook niet niks. Dus ik moet wel een goede mat hebben. Ik zie er van alles weer nog wat leggen. Nee, net gezogen. Maar gelijk alweer benden, hè. Maar ja, dat heb je ook met dieren in huis. Ik heb de bank ook helemaal aan het stofzuigen geweest. Schoonlaken erop. En ik had Frode buiten. En wat denk je wat meneer doet? Oh, nou wil die niet blijven staan. Staan blijven. Wat denk je wat hij doet? Aan zijn staart zitten te bijten en sleetje rijden. En ik weet waarom. Ja, ik heb het gezien. Dat moet ik ook weer voor naar de dierenarts. Maar ja, daar moet ik ook geld voor hebben, weet je. Maar ik vraag wel of ik dat op afbetaling desnoods kan doen. Ik bel hem gewoon andere week even op. Want ik wil niet in de schulden komen. En dat is, dacht ik, te begrijpen. Maar ja, nou ligt hij daar weer. Je hebt je eten nog niet op, hè? Nee. Je hebt je eten nog niet op. Hier, kom eens eten. Eten. Oh, kijk. Meneer heeft dus daar aan zijn staart zitten te vreten. Maar hij heeft een bobbeltje van achter bij zijn kont zitten.
dat ik denk dat het niet zo'n anaalklier is, maar wat, hoe heet dat, een aanbij. Dat vermoed ik, dat dat het is. Ik weet niet hoor, ik ben ook maar een mens. En ik weet niet alles van dieren af, nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Smakelijk eten voor degene die net zo laat zijn als ik. En mijn eten is al klaar, maar ik hoef het alleen nog op te warmen. Even in de magnetron en dan ben ik er klaar mee. En de rest, als ik nog overhoud, dan gaat het in de koelkast. Ik zondag weer een prak. Ja toch? Ja. Nou, hij wil niet, dan krijgt hij zijn kap op. Simpel zat. Want anders, je moet hem er continu in de gaten houden, daar heb ik geen zin in. Ik heb ook andere dingen te doen. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. Doei doei! Zo, lieve vrienden, het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Het is alweer, hoe laat leven, weet ik niet eens. Kijken we even. Het is 1 uur 36, dus het is 1:30 geweest. En het is dus al vrijdag. Ja, en ik moet er ook bij tijd straf. Dus ja, gauw lekker naar bedje toe. Lekker slapen. Frodo die ligt al klaar om ook naar boven toe te willen gaan. En Ewen die roept ook al aan de andere kant van de deur van, kom nou. We willen slapen, dus kom. Ja, nou, ik ga dus lekker naar bedje Verenlakenstraat, naar met je keuzesloop. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.